Jullie gebruiken ook veel gastvocalisten. Mm-hmm. Zijn die daar ook bij betrokken dan? Want die zijn, neem ik aan, alleen bij het live gedeelte? Nee, die zijn, neem ik aan, alleen in de studio. Ja, ja, ja. Dus zijn die dan ook betrokken bij het schrijfproces in de studio? Juist, ja, we zijn met alle vocalisten, we hebben twee sessies gepland. Eén sessie om te schrijven met z'n drieën. Gewoon echt gewoon van nul gaan beginnen. En dan wordt de melodie vastgelegd. In de tweede sessie komt de desbetreffende zanger vaak met een tekst. En dan gaan we de brabbelmelodie vervangen door echte tekst. Ja, net geloof ik 2 dagen geleden of zo is jullie samenwerking met Blauwzoen Ja, gisteravond. Ja. En maar hoe is dat bijvoorbeeld tot stand gekomen? Hoe zoeken jullie iemand op? Waar selecteer je jullie? Nou, we hadden gewoon een soort wishlist gemaakt. Ja. Met artiesten, met vocalisten die we tof vinden. Ja. Waarvan we ook weten dat ze ook zelf de muziek schrijven en zelf, weet je wel, zelfs efficient zijn. En die hebben we gewoon uitgenodigd en die zijn er allemaal op ingegaan. En het was hartstikke tof met iedereen. Okay, ja. 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 Ja, zijn er nog specifieke dingen waar jullie naar zoeken dan, als je zo'n lijst maakt? Nou, je zoekt wel naar mensen waarvan je weet dat ze creatief vrij zijn, zeg maar. Ja. Ja. Dat je niet al van tevoren weet van, nou, die zit wel heel erg in dat hoekje en ik denk dat hij er niet uit wil komen, weet je wel. Ja. Ja. Ja, Blauwzoen is natuurlijk iemand die schrijft alles zelf. Dus Ben draait ook voornamelijk om hemzelf. En schrijft killer melodieën, dus dat is gewoon, ik wilde echt met hem gaan samenwerken. En we hebben gewoon gemaild inderdaad. En ja, hij reageerde van, hoppa, gaan. Tof. Dat is altijd leuk. Ja. Dat is heel erg tof, ja. Ik zat te afwachten of iemand het al wil, weet je wel. Maar maakt natuurlijk hele andere muziek. Dus. Ik krijg ook regelmatig reacties van, dat zien we niet zitten. Dat, nee, we niet gaan. Nee, dit keer niet. Nee. Ja, we hadden het wel misschien. Je houdt altijd rekening mee dat iemand afhaakt. Ja, tuurlijk, weet je wel, bedoel. Het kan ook zijn dat het helemaal niet werkt. Hè? Dat je allebei van tevoren zegt, ja, leuk, laten we dat doen. En dat je de studio in komt en dat er gewoon dan niks ontstaat. Is dat wel eens voorgekomen? Dat hebben we wel eens gehad, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk dat zoveel mensen al gewerkt de afgelopen jaren dat je dat wel eens tegenkomt. Of dat je meerdere tracks maakt waarvan er eentje gewoon niet werkt en eentje wel. Kun je een voorbeeld geven? Misschien. Nou, bijvoorbeeld wat zei je toen straks ook, met Toren hadden we 3 opzetjes. 3 opzetjes, ja. Waarvan één op de plaats is gekomen, want die hebben we ook echt afgemaakt. En die andere 2 hadden we ook alle 3 zoiets bij van, nee, dat hoeft niet. Nee, met Matthias ook 2. Ja, klopt. Oh, ja, van Bomba Show en Blackout hebben we ook 2 versies van gehad. Ja. En als je dat dan gaat vertalen naar de live show, zoals je zei, de gastoptredens die gaan meestal niet meer op tour, neem ik aan. Nee, we hebben vaste vocalisten mee. Ja. En is het voor hun makkelijk om daarin te komen? Of zijn die ook betrokken bij het eerdere proces? Nee, die zijn niet betrokken bij het eerdere proces. Nee. Die komen echt pas in de oefenruimte binnenstappen. Oké, en dat werkt wel allemaal? Ja, dat werkt. Ja. Nou, Linda. Linda van Leeuwen doet mee. Bijvoorbeeld, die doet dan best wel veel shows met ons mee op de tour. En die heeft ook een track op de plaat. Oh, okay. Ja, dus is wel later geschreven. Er ging ook nog een ander liedje van de plaat waar zij niet zingt, maar een andere dame zingt. Tessa van Orlando. Die zingt ook een track op die plaat. En die zingt Linda dan live ook. Ja, precies. Maar dat werkt hartstikke goed. Ja, dat was ook eens moeilijk. We hebben een mannelijke vocalist die pakt alle mannelijke tracks en de vrouwelijke vocalist. Maar is het dan moeilijk om een nummer tot z'n recht te laten komen, zeg maar, zoals je op het andere? Of is het zoals jullie zegt, maar het is toch heel wat anders? Nee, die vocalisten waar we dan live mee werken, het zijn mensen die zijn gewoon door de wol geverfd. Ja, die gewoon een track moeten brengen en beleven ook, waardoor ze hem kunnen brengen aan het publiek. Dat die zangers en zangeressen vaak ook in het verlengde liggen of op hetzelfde straatje komen. Dus dat zijn niet onbekenden die we daar weer los voor vragen. Ik bedoel, die vocalist, die mannelijke vocalist die meegaat, is Alex Brotje, dat is een hele goede vriend van ons. Die kent Thijs, werkte vroeger al in een andere band met hem samen. Dus het is echt gewoon, die weet ook wat we willen en wij kunnen ook hem makkelijk uitleggen wat wij willen. Dus het werkt goed. En ik las dat jullie ook zitten na te denken om weer remixes te maken van de tracks die op het album komen. Is dit een soort iets wat eigen is aan producers, waar je nooit ophoudt aan dat een nummer eigenlijk nooit af is? Of hebben jullie dat niet? Nee, nummer is zeker wel af.
Ja, maar jij zei van iets met remix, sorry. Nou, dat jullie remixes maken en van de tracks en dan op... van onze eigen tracks. Niet van onze eigen tracks, hoor. Oh, nee. Als we iets niet kunnen, dan hebben we het wel eens geprobeerd. Het is onze eigen tracks gaan remix. Als het af is, is het af. Ja, als je trek af, dan kan je niet nog een keer... Nee, we doen heel veel remix voor anderen, dat wel. Ja. Is daar ook een bepaalde selectieprocedure voor wat jullie gaan remixen? Nou ja, het moet een toffe track zijn. Ja, we hebben aanvragen gekregen die je absoluut niet wil doen, omdat je de track niet tof vindt. Ja. Oh, je krijgt ook wel aanvragen van, hey, wil jij... Ja, zeker. En dan zeg je ja of nee, als je het leuk vindt doen. Ja. We hebben ook in het verleden wel eens dat je er een keer ja zegt en dat je toch niet helemaal werkt. Dat is ook heel lastig voor de tegenpartij om dan uit te leggen van sorry, het is niet gelukt. Ja, dat moet je niet hebben. Nee, heel lullig. Ja, kan het dan voorkomen dat zij zoiets hebben van, hé, maar waarom niet? Nee, maar dat kan dus niet. Dus daar zorg je voor dat je dat niet tegenkomt. Ja. Ja, dan moet je dat, ja. Anders wordt het ook zo'n struggle in de studio. Dat je er heel erg tegenaan hikt en dan die creativiteit slaat dicht. En, een nieuwe album, je zei dat het iets rustiger is. Ja. Het is ook iets meer elektronischer, geloof ik. Ja. Vanwaar die meer die kant op? Meer dance, meer... Dat is weer het proces van afgelopen jaar, 2 jaar wat we gaan doorlopen. En dat is van meer vanuit bandjes dus naar een soort van half elektronische plaat. Vanuit een half elektronische plaat naar verschillende EP's op dance labels, op Boys Noise Records bijvoorbeeld. Veel remixes gedaan. Veel elektronische, veel meer voor to the floor dingen, weet je wat. Ja. Gewoon wat we ook heel vaak draaien tijdens onze DJ set. En toen gingen we weer een plaat maken. Niet 12 tracks in die stijl maken? Precies, nee. Dus we dachten, we gaan wel wat rustiger. Meer liedjes, meer met vocalisten werken. Maar toch wel gewoon die elektronische onderkant bewaken. Zeg. En is er dan zeg maar, tijdens het schrijfproces, tijdens het maken van de nummers, dat er een lijn in moet zitten? Of zijn de nummers gewoon afzonderlijk wat in je opkomt? Nee, er zijn ook wel een paar afgevallen die we gemaakt hebben halverwege. Omdat het gewoon niet meer bij de rest past of dat het niet meer to date. Nee. Je wil wel dat het plaat als een plaat klinkt en niet als... 10 losse tracks die je net zo goed met 10 andere artiesten vandaan had kunnen halen. Zijn er die 4 of 5 tracks afgevallen voor de plaat? Ja, het moet geen mixtape worden, weet je wel. Nee, precies. Het moet echt een plaat zijn, want anders dan kan je beter losse tracks uitbrengen. Ja. Dus dat is het wel dat je... Ja, het is wel echt een plaat. Je kiest wel echt de nummers uit in de studio die bij elkaar passen en dat je het gevoel hebt dat het een plaat kan zijn. En zo willen jullie ook dat de mensen het dan gaan luisteren? Ik hoop het wel, ja. Ik hoop wel dat mensen het gewoon als een plaat luisteren. Ook zijn we heus niet gek en weten we dat tegenwoordig iedereen op een andere manier muziek luistert. Maar ik hoop dat iemand er gewoon, degene die hem koopt, hem luistert van begin tot eind. Ja. Okay. Nou, vast wel iemand zijn. Dus. Ja, ik ga het sowieso zelf doen. Ja, en ik ook. Ja. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Cool.